Van harte welkom nogmaals, Henk en Jos. Ik ga maar een eerste vraag stellen. Jos, in jouw artikel, of in jouw essay moet ik zeggen, schrijf je op een gegeven moment over het grote verhaal. Mensen leven in een soort, in een kader, in een grote verhaal. Dat kan een persoonlijk grote verhaal zijn. Dat kan ook een cultureel grote verhaal zijn, of een religieus grote verhaal. Bij culturele verhalen moet u denken aan bijvoorbeeld Freud, die als de basis voor ons handelen seksuele driften en doodsdriften gaf. En dat een soort culturele context gaf aan, ja, aan ons denken, aan ons handelen. En nu is het, wordt wel eens gesteld dat we in een tijd leven waarin die grote verhalen eigenlijk niet meer bestaan. Mensen leven niet meer in een religieus groot verhaal, maar ieder bouwt zeg maar zijn eigen kleine grote verhaal. Wat heeft dat nou voor impact op de manier waarop mensen God verbeelden in teksten? Dat is wel een vraag. Misschien is het goed voor de duidelijkheid even zeggen dat dat verhaal over die grote verhalen, dat mooie stuk wat je in het begin zegt, dat is niet van mijzelf. Dat parafraseer ik uit een essay van Last Murray, die inderdaad daar de term hulspeak voor verzonnen heeft. Het idee dat inderdaad hulspeak is, en ik heb daar zelf de link gelegd op die op thuis gewoon is, zie het idee van inderdaad, het grote verhaal haalt inderdaad aan Freud's grote verhaal van het driftleven, Marx's grote verhaal van emancipatie. En mij verbaasde gewoon dat ik een tijd lang bezig was geweest met postmodernisme en poëzie, dat daar eigenlijk een hele aardige link lag. Wat Murray hulspeak noemt, dat heel erg druk komt van die grote verhalen van Lyotard. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik helders gevonden heb en die ik zelf bedacht heb. Dat tweede deel moet ik er nu zelf over nadenken, dat maakt het meteen een stuk moeilijker. Ik denk dat het einde van die grote verhalen van Lyotard, dat inderdaad de weg heeft opengemaakt voor allerlei manieren om individueel ook naar een godsbeeld en dergelijke te kijken. Maar ik vind het juist gerelateerd aan God en het laatste woord en een waarheid. Vind ik uitgekeken misschien hetgeen waar je een uitzondering voor zou moeten maken. Nou, om alles even bij elkaar te brengen, dan heeft dat ook weer een beetje te maken met waar Marie dat eind van het gesprek over had. Wat ik, en dat is een beetje sneu, misschien wel de mooiste regel uit het gedicht, is die regel van Huckleberry Finn. Dat is natuurlijk een beetje onaardig tegenover de dichter. Maar you can't lie a poem, you can't lie a prayer. Je kunt niet liegen als je bidt. Dat suggereert dat er ergens een absolute waarheid is. En die absolute waarheid is natuurlijk bij het postmodernisme volkomen achterwege gelaten. Dus daar zie ik wel een finaalpunt. Ja. Denk jij, heb je in jouw boek ook nagedacht over de verschillen tussen godsbeelden in nu en vroeger? Ja. En misschien is het wel goed om even te zeggen wat je zei net in het geval van we gaan het ook hebben over filosofie en poëzie. Voor ons is er even de denkbaar over, dat moet jij maar doen. Nou, dat is misschien goed om daar even iets over te zeggen. We hebben het boek geschreven, dat gaat helemaal over filosofie en poëzie. En een klein onderdeel daarvan is religie en poëzie. En ik heb het boek samen met Theo de Boer geschreven. En eigenlijk alles wat ik zeg, dat is deels komt uit hem voort, dus ik citeer vrij veel. Maar goed, Theo heeft mij geleerd dat er eigenlijk twee manieren zijn om een werkelijkheid te ontsluiten. Eén is door evocatie, dat doet dan de poëzie. Het roept beelden op, het roept gevoelens op, dat maakt er een context geheel van. En de andere is analyse. En dat zou ik de filosofie doen, door middel van argumenten sluit het systeem, door middel van argumenten kijken of er een redenering geldig is. Nou, die twee hebben wij gebruikt. En dan denk ik dat je zou kunnen zeggen dat gedichten ons te denken hebben gegeven. Dat is een uitbeelding van Kant. En met geven bedoel je niet dat je moet gaan nadenken, maar ook echt schenken. Ze hebben ons iets geschonken waar wij over na kunnen denken. En een aantal van die gedichten gaat over religie. En dan heb ik er nu voor vanmiddag heb ik er een paar opnieuw gelezen. Nou, wat kan ik daar nou over zeggen, omdat die godsbeelden die hier zijn. En toen kwam ik uit bij een stuk dat wij geschreven hebben over Vondel en Otter, om die verschillen naast elkaar te leggen. En dat zijn opmerkelijke schrijvers, allebei toneelschrijvers in het Nederlands, allebei keerlingen, allebei katholiek. En toch een totaal verschillend wereldbeeld, een totaal verschillend besef, een totaal verschillend godsbeeld. En ik heb twee fragmentjes ook meegenomen, die zullen we zo ook even laten zien. Om, die, om daar iets meer over te zeggen. Vind ik het goed dat ik daar een voorbeeld van laat zien? Ja, ja. Dat is het eerste stukje, ja precies, dat is heel fijn dat hij er al op komt. Dat is afkomstig uit Lucifer, het misschien wel, nou, even
beste stuk van Vondel. daarin denken ze, ja, stellen de engelen ook de vraag. De engel uit het eerste bedrijf speelt zich af in de hemel over de val van Lucifer, wie die God is. En dan staat er, wie is het die zo hoog gezeten, zo diep in het grondeloze licht, van tijd nog eeuwigheid gemeten? En dan krijgen we even later in dat stuk een antwoord, een tegenzang. Een tegenzang, dat is een zang dat volgt op een eerdere zang. En dat luidt als, dat, ja, prachtig. Dat is God, oneindig eeuwig wezen, van alle dingen dat wezen heeft. Vergeef het ons, o nooit volprezen, van al wat leeft of niet en leeft, nooit uitgesproken, nog te spreken. Nou, als je nou goed kijkt, hè, als filosoof, om te analyseren hoe zo'n godsbeeld in elkaar zit, dan zie je dat dit, wat Vondel hier doet, eigenlijk het klassieke godsbeeld is wat hij beschrijft. Dat is een beeld wat nou ja, bijna al 2000 jaar lang dominant is geweest. Dat kom je al tegen bij Aristoteles en je komt het ook nog tegen bij Leibniz. En het is eigenlijk heel erg knap hoe hij van zo'n godsbeeld nog prachtige poëzie weet te maken. Nou, daar hebben wij een tijdje over na zitten te denken. En dan kun je je ook afvragen van, wat is dat dan, dat godsbeeld? Hoe ziet dat er dan uit? En dan kom je, als je de filosofie erbij haalt, en de filosofie een beetje als instrument gebruikt, om daar zo dicht te kijken, eigenlijk op een paar begrippen. Eén daarvan is de onafhankelijkheid, Gods onafhankelijkheid. En een ander is zijn onveranderlijkheid. Hij is het die bij zichzelf bestaat. Hij is een soort middelpunt van alle bewegen die zelf niet bewegen is. En ook daar hebben wij nog een klein fragmentje van, wat ik graag, ja, prachtig. Gij blijft dezelfde. Gij zijt alleen dan die gij zijt, uzelf bekend en niemand nader. Die onafhankelijkheid en die onveranderlijkheid, dat zou je het wezen kunnen noemen van wat heel lang gezien is als het opperwezen. Het wezen, de kern van wat het opperwezen. En dat is eigenlijk tot, nou wat zou je denken, halverwege, eind 19e eeuw zo'n beetje dominant geweest. En het is zelfs zo, denk ik, dat als je een hele felle atheïsten tegen geloof tekeer ziet gaan, dat ze vooral tegen dat beeld tekeer gaan. Tegen die enige God die over, die daarboven zit, die onkenbaar is, die de absolute waarheid in pacht zal hebben. Nou, we hebben er ook eens over na zitten denken. Als je nou eens probeert te denken van wat is dat voor God? Dat moet toch vreselijk zijn, zo'n God te zijn. Daarboven in die hemel, ongenaakbaar, onveranderlijk, onaantastbaar, totaal voor ons heel ver weg. En als je dan als filosoof probeert na te denken van wat kenmerkt nou zo'n beeld, zo'n wereldbeeld, zo'n godsbeeld. En toen kwam Theo de Boer met een zin uit de oeuvre van Vondel. En dat is de laatste zin van een gedicht dat Vondel maakte bij het overlijden van zijn zoontje. En dat, die zin die luidt, eeuwig gaat voor ogenblik. En dat is een term waarmee je het levensgevoel uit die tijd misschien enigszins te pakken zou kunnen krijgen. En als je daar tegenover, nou een modern gedicht, als een modern gedicht, toen kwamen wij met een gedicht, een prachtig gedicht, ik hoop dat dat nog even op de beamer kan komen, van Willem de Rotter. En dat is Op de Hoge. Mag ik, voordat je hierover begint, nog heel even wat vragen? Want je zei net van, goh, dat godsbeeld, daar hebben ze over nagedacht en dan lijkt het je nogal vreselijk om zo'n soort God te zijn. Ook dat is natuurlijk iets heel ergs van deze tijd om op zo'n manier daarover na te denken. Dat is heel onhistorisch. Ja. En daar doe je natuurlijk die poëzie ook helemaal geen recht mee. Maar het is wel, dat moet je wel serieus nemen, dat is wel een gevoel dat je hebt. En vervolgens denk ik dat als je die poëzie van Vondel leest, dat het goed is om op zoek te gaan naar iets wat zo'n gedicht opent. En dat kan zo'n uitdrukking zijn. Sorry. Dat kan zo'n uitdrukking zijn. Van even gaat voor ogenblik. Het is een soort sleutel voor ons geweest, waarmee je dat godsbeeld, waarmee je dat werkelijkheidsbeeld van Vondel kunt openen en waarmee je dus ook veel meer gaat begrijpen. Ja. En als je het meer gaat begrijpen, ga je ook veel meer. Wat ik aansprekend vind aan jouw verhaal, is dat het inderdaad eigenlijk als een soort Vondels verleden tijd was geschetst, dit godsbeeld. En dat het eigenlijk toch een beetje, ja, dat is zoals we het toen bekeken. Terwijl wat mij ook eigenlijk vooral fascineert, het feit is dat, om het even heel polemisch te stellen, het volgens mij niet anders kan zijn dan dat God zich op die manier manifesteert, omdat hij anders willekeurig welke uitdrukking hierop aangeeft, of, en je zegt het zelf zojuist, wanneer je begint te interpreteren of zegt hij zal iets anders bedoelen, dan begin je af te doen. En dan doe je aan God af door hem inderdaad een actueel sausje te geven.
Een van de redenen dat ik lange tijd mij ver van de kerk wil houden, is het feit dat bij ons op de lagere school al van die postconsulaire praters rondliepen. Die zeiden dat vooral jij tegen Jezus moest zeggen en dat het die beste vriend was. En ik werd daar op een gegeven moment heel diep van, want mijn beste vriend, die wilde ik graag uit de klas halen en die wilde ik niet in de hemel hebben zitten. En ik vraag dus af in hoeverre dat niet een probleem is en dat we vervolgens hier vooral ook onkenbaar moeten laten. Volgens het Vondeliaanse idee. Ja, ik zou zeggen een beetje hoor. Maar bij voetballer er heel veel begrippen zijn. Net waarmee je iets omschreven hebt. Het onkenbare denk ik dat niet. Nee, het was wel degelijk echt een theologie om. God kreeg geen naam, maar God kreeg begrippen. En door die begrippen werd hij gekend. Dus het is een heel rationeel beeld. En dat hele rationele beeld, daar kunnen wij niet meer echt in geloven. En dat probeerde ik, dat hebben wij in ons verhaal naast elkaar gezet. En naast bijvoorbeeld een gedicht. Van Otte. En dan zie je heel duidelijk dat het slot van Otte, ik wil het graag zo even voorlezen, dat het gaat duidelijk over het niets. En dat niets, dat is kenmerkend voor ons. De angst te vallen in het niets, ook als je de stap maakt om te gaan geloven, daar gaat dit gedicht zo over, is dat niets. En dat niets, dat zie je niet in het gedicht van Vondel. Je ziet bij Vondel heel veel, je ziet heel veel angst voor de dood, angst voor rebellie, angst voor honger. Maar je komt die pure angst voor dat niets, kom je veel minder tegen. Dan in de moderne poëzie over geloof en over God. Ik denk dat het aardig is om het toch even naast te gaan. Ja? Op de hoge. Liep Augustus op zijn einde, sloot de badmeester de hokjes af, fietste neuriënd september. Niemand was er dan ook bij dat ik de plank trad. Ik was geblinddoekt als een deserteur. Dit zijn de stappen, bang, 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 in het bospad op de hoge, zweet met een peentje bang voor lang. De zon stond even laag als ik en stond op punt van zakken in de grond. Wie mij naar boven had gebracht, ach, mijn lief. En ik wist, morgen word ik wakker, maar ontkomen kan ik niet. Uit de schoonspringdroom ontwaakt men met de schoonspringdroom. Ik wist, ik maak ze nu dan dus, de aanstand. Ik sta precies zo hoog als nodig om bevreesd te zijn. Dit is de toegedachte afstand tussen het lussenbevend water, doodsonzacht. Het heeft me altijd opgewacht. Maar waarom vrees ik dan ineens het bad, alsof het heel snel leeggelopen is? Dat, zo ik sprong, ik wil, ik vallen zou en niets mij ving. Heel even, ik moest net, terwijl ik dit voorlas, we hadden het net even over dat godsbeeld van Vondel en wat er dan tegenover is gekomen, dat niets. Jij schrijft in het begin van jouw essay over jouw eigen toetreding tot de kerk. Herken jij hier iets in? Nou, nee. Maar ik denk dat het verschil tussen Willem Otte en mijzelf is dat ik een tijdje eruit ben geweest en wel katholiek ben groot geworden. Dus in die zin eerder een soort thuiskomen had dan iets heel nieuws ontdekken wat je bij Otte ziet. Mm-hmm. Dus in die zin is dat bij mij was meer het terugkomen op een plek waar ik vroeger geweest was. En bij Otte is het inderdaad eigenlijk steeds het verrassen van allemaal nieuwe hoekjes ontdekken in een huis waar je net gaat wonen. En ik weet het raar, dit komt uit eind augustuswind volgens mij, het gedicht. Ja. Ik weet wel dat ik het raar aan die bundel vond. Ik heb destijds ook gerecenseerd dat je eigenlijk voor uitleggen en testen doen mensen niet weten wat er op dat moment met hem gaande was. Dat hij op dat moment, het was vlak na dat verhaal van die olifanten, dat bekeringsverhaal van hem. Ja. En als je het zou laten lezen aan een volkomen onbevooroordeelde poëzierecensent, dan vraag ik me af. Of die hier zelfs een religieuze betekenis toe zou krijgen? Ik denk het wel, en dat is ook leuk dat je dat zegt. Dat is vooral één woord dat staat in. Dat doopselzacht. Precies, dat doopselzacht. Op het moment dat je dat leest, dat staat heel centraal, dat is ook een gek woord eigenlijk. Op dat moment zou je inderdaad, omdat water natuurlijk zo'n connotatie heeft met dopen en met de onderdoop, op dat moment zou je kunnen denken: is deze badmeester hem aan het leren zwemmen? Of is deze badmeester misschien zo iemand als ooit revenbegeleider in zo'n introductie van naar de kerk? Ja. En op dat moment dat je denkt dat hij op de hoogte staat om te duiken, zou je ook het gedicht zou ook in de diepte kunnen heten. Dat hij moet springen in de diepte. En ik moest, of tenminste toen ik het gedicht Poetry and Religion las, daar staat bij Murray van God is datgene wat weerkaatst in de spiegel. Dat staat er in het gedicht van Poetry. Dat zie je, dat moet die man daar ook zien, die bovenop die duikbank staat. Kijk dat water in en daar is die watervlak is ook een spiegel. Ja. Dus ineens zag ik allerlei parallellen tussen die gedichten. En ik zou dit ook, dit is een heel klein gedicht,
dit zou een soldier speak kunnen, of dat kleine gedicht van die soldaten kunnen zijn. Tegenover, als je dat gedicht van Vondel hebt, dat beschrijft zeg maar de hele godsdiensttheologie. Dat zou het grote gedicht kunnen zijn. Maar bij Vondel zou ik denken dat voor ons zou God daarin gevangen zitten in begrippen. Om ook die term te gebruiken van Murray. Kijk, blijft natuurlijk, wat dat betreft is denk ik dat een mooi verschil dat jij eigenlijk onbewust al aanduidt. Het verschil tussen zeg maar het gedicht Lucifer en het gedicht van Vondels overleden zoontje is natuurlijk dat het eerste gedicht, of het toneelstuk bij uitstek een leerdicht is, al is het veel meer dan dat. En dus inderdaad ook toe geschreven is om ons iets te leren over God. Terwijl het in dat gedichtje over Vondels zoontje, ik heb niet helemaal paraat, natuurlijk meer gewoon de articulatie is van een godsbeeld, zonder dat het per se omgaat van wie is God nou. En ja, in die zin dat eeuwig gaat voor het ogenblik. Het is natuurlijk een klassieker, maar het is een hele mooie. Ja. En dat is natuurlijk bij het gedicht van Otto ook het geval. Want ik denk eerlijk gezegd, hoe explicieter de religie in het gedicht, hoe minder interessant het wordt, voorzichtig te zeggen. Nou, dat precies. En ik denk dat je nou, heel veel religieuze gedichten zitten op dat kantje. Voor dit duidelijk eigenlijk iets anders. Wat ik bij Otto dan zo mooi vind, dat zie je dan ook terug bij de analyse die wij ervan gemaakt hebben, is dat je aan de ene kant dus Vondel hebt, even gaat voor ogenblik. En wat voor ons veel typerender is, voor ons levensgevoel, is ogenblik gaat voor eeuwig. Ja. En dat zie je dan bij Otto heel duidelijk voorkomen. Het begint al gelijk, dus de eerste regel die zien we hier nu niet, is eind augustus. Dus het begint al met een tijdstip. Het is niet de eeuwigheid, nee, het is een wel bepaald ogenblik. En op dat ogenblik moet hij kiezen of hij springt of niet. Dus het is tijd, geschiedenis, beslissing. Alles speelt veel duidelijker een rol in de tijd dan het bij Vondel speelt. Waar de eeuwigheid toch veel belangrijker is bij ons het moment veel belangrijker. En dat moment, dat geeft ons, moderne lezers, ook een gevoel dat er een moment van crisis kan zijn, een moment van beslissing kan zijn, het moment dat er wezenlijk toe doet. En als alles, bij Vondel zien dat maar veel sterker van tevoren vaststaat, dan doet dat crisismoment ook veel meer toe. Maar wat ik afvraag, ik heb jullie boek nog niet gelezen, wel een aantal stukken eruit in Trouw, maar op welke manier desconteer je nou eigenlijk je eigen positie als lezer? Wat ik bedoel te zeggen, ik zei net al bij Otte, laat het lezen aan een lezer die weinig van de achtergrond van Otte weet. En je kunt je afvragen of hij daar een religieus gedicht in ziet. Mij schiet ineens, stond er van met Guido Gezelle. Heeft fraaie gedichten geschreven die alleen maar over beetjes gaan, over zwaluwen die vooral die val voor het geluid gemaakt zijn. Een beetje het vleermuisgedicht van Murray zojuist. Van Gezelle weet natuurlijk verder dat het een zeer trouwe katholiek was en priester en noem maar op. Dus het ligt voor de hand om daar de link te leggen. Nou, dit zegt iets over de grootheid van de Godskerk en dergelijke. Maar waar moet je nou de grens leggen tussen aan te nemen dat als Gezelle over de vlucht van zwaluwen schrijft, dat hij het eigenlijk over de schepping Gods heeft? Of moet je denken van ja, het is eigenlijk gewoon een mooi gedicht over zwaluwen en laat het zomaar? Ik zou het zeker in eerste instantie zo laten, want die mooi gedicht over zwaluwen moet ons nooit laten afnemen. Maar wij gebruikten dat idee, hè? Het geeft ons te denken. Die formulering is van Kant. En Kant geeft zelf het voorbeeld van een ondergaande zon. Dat is niet alleen maar die bol die ondergaat, daarin zien we van alles. De ondergaande zon doet ons denken aan het geven van warmte, maar zou ook een oud iemand kunnen zijn die zijn laatste dagen in het eind heel veel weggeeft. Zo'n beeld van die ondergaande zon is een complex van, je zou bijna kunnen zeggen, heel veel gemoedsaandoeningen die daarin weer samengebald. Kant gebruikt daar het voorbeeld van de zonsondergang. Je zou ook kunnen zeggen, een gedicht is de kortste samenvatting van een samengebalde hoeveelheid gemoedsaandoeningen. En dat, die samenballing, als die goed verwoord is, die geeft ons te denken. Nou, zo'n gedicht over die zwaluwen, om dat even te noemen, kun je gewoon lezen als een gedicht over zwaluwen. Tot het moment dat jij het gevoel hebt, hier is veel meer samengebald dan alleen maar die zwaluwen. En ik denk dat op dat moment kom je erachter dat het je te denken geeft, en dan ga je nog eens. In één zin nog maar. Als het werkelijk alleen over zwaluwen zou gaan, zou het niet dat zien. Maar de vraag is toch, in hoeverre zegt zo'n interpretatie dan eigenlijk meer over jou als interpreet dan dat het over het gedicht zegt? Want in zekere zin heb jij je steeds meer toe. Nee, dat is echt niet waar. Ik denk niet, het is goed dat je dat zegt, want dat gebeurt wel met het toe-eigenen. Ik denk dat wij, ik heb het laatst kreeg een kritiek op dat wij zoveel interpreteren. Toen was net de Champions League voorbij, tussen Barcelona en Manchester. En iemand die zei tegen mij van, dat was toch echt fantastisch voetbal. Op het moment dat ik vraag, ik had het best niet gezien, waarom is dat fantastisch voetbal? Ga mij uitleggen.
op het moment dat hij gaat uitleggen, gaat hij redeneren. Op dat moment is hij die wedstrijd aan het interpreteren. Mm. Dus op het moment dat wij gewoon, wij zijn interpreterende wezens geworden. Nou komt jouw vraag. Je gaat interpreteren, bijvoorbeeld zo dicht van het. Je hebt het gevoel dat het over meer gaat dan alleen leren zwemmen. Je komt op één zo'n woord, in loopsels aan. Dan kom je bijvoorbeeld met jouw achtergrond, religieuze achtergrond, denk je heks. Dan denk ik dat je als goede lezer zou moeten denken, nu ga ik mijn interpretatie stuk denken. Dus je gaat proberen erachter te komen of het klopt of niet klopt. En objectief zal dat je niet lukken. Als jij exeget bent, en duidelijk met een agenda leest, zul je al een bepaalde kant op gaan. Maar als jij... Kun je waarheid van poëzie lezen dan? Ik denk niet. Sterker nog, ik vind het een onbelangrijke vraag. Wat belangrijk is, is hoe je het opschrijft. Als jij dat goed formuleert, vanuit welke positie jij kijkt, dan kan de lezer ook zien van, nou, hij kijkt zo, daar ben ik het mee eens of daar ben ik het niet mee eens. Misschien kunnen we dan nog even betrekken op dit gedicht en kijken naar die zon die jij net noemde als symbool van God. Die komt namelijk in het gedicht ook terug, volgens mij op de vorige pagina. Misschien kunnen we die nog even zien. En wat? Hoe zou je dit, deze zon, zeg maar, hoe zou je die dan interpreteren als symbool voor God, voor Otte? Ik was vooral even stil vanwege het feit dat Kant natuurlijk heeft gezegd dat de God soms ook geïnterpreteerd kan worden. Ik moest meteen aan Sloterdijk denken, die zei dat het eigenlijk bespottelijk is dat wij na 2500 jaar nog altijd denken dat de zon ondergaat, terwijl de aarde draait. Dat is ons denken zo ingeburgerd is om te zeggen de zon gaat onder. Dus mijn associaties gaan meteen een andere kant op. Misschien wel de postmoderne kant, dat het individuele... Maar hij gebruikt toch die zon? Ja. De zon stond even laag als ik. Nou, dat is sowieso al totaal anders dan bij Vondel, want bij Vondel stond hij heel hoog en bekend. Maar, nog eventjes, dan kun je even nadenken. Ja, dat is... Wij weten inmiddels dat de zon een grote kernmassa is en een explosief verschrikkelijk ding. En gaat eindigen. En gaat eindigen, dus we kijken al heel anders vanuit de natuurkunde, heel anders tegenaan. Dus pure metafoor, een onschuldige metafoor voor God, zal geen dichter meer uit zijn pen krijgen. Nee, en dan heb je, nou ja, dan, ja nee, maar dat kan je even associëren. Je hebt natuurlijk de Auschwitz-zon van Hugo Natt, die inderdaad over de verrekte zon spreekt, die niet meer schuldloos is sinds de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog. Als je de zon al in was gewoon neemt, dan kun je alle kanten op. Maar ik wil toch even terug naar de regels zelf. Als ik kijk naar wat ik probeer met studenten te leren, als het gaat om poëzie lezen, is in eerste instantie heel dicht bij de tekst te blijven. Mm-hmm. Vooral eerst kijken wat er staat, mm-hmm. en dan inderdaad te kijken naar welke persoonlijke associatie je hebt. Het is een hele, wat dat betreft is dat ook een lastig punt. Een aantal jaar geleden ik gaf college in Keulen aan hele goede studenten Nederlands, dat was ontzettend leuk om mee te maken. En toen ging ik een aantal gedichten analyseren, onder andere een prachtig gedicht, wat ik eigenlijk analyseerde bij steeds mooier ben gaan vinden, Afstandrijk van Pasadis. Mm-hmm. Ik ontzettend onderschat. Schitterend gedicht, en ik had drie gedichten uitgekozen, die waren toen net in de top 3 terechtgekomen. Astrid zat erbij, er zat nog eentje, maar ik weet het niet meer. En als derde was het Herinnering aan Holland van Mars, een bekend gedicht. Denk aan Holland, en dan zie je een rivier en zo. Graag dat precies. En we waren mee begonnen, en op een gegeven moment zei een van de studenten van. We trokken veel tijd uit van Astrid gedicht, en op een gegeven moment zei een student van. Ik ben wel blij dat het zo lang duurt. Ik zei, ja, dat vond ik leuk, dat vond ik heel veel liefst, maar dat was het niet. Ze zei, dan komt het tenminste niet tot het licht van Marsman toe, want als dat kan analyseren, vind ik het niet mooi meer. Ja. Met andere woorden, als ik ga analyseren, gaat het mooier voor het gedicht. Ja. Ik geloof dat niet zo. Nee. Ik geloof dat je eerst het gedicht moet kennen en begronden en technisch onderknie moet hebben. En dan ga je op een gegeven moment, volgens mij, de kunnen zien wat er aan de hand is in de tekst. En ik ben nog erg huiverig voor het al te snel aan de haal gaan met de particuliere associaties. Dat vind ik iets. Nou, daarom moet je het ook gewoon goed. Verwoorden. Ja. Ik ben zelf Nederlanders, dus ik ben geschoold in die specifieke analyse. Het grote gevaar daarvan is, als ik stukken van Nederlanders zie lezen, dan denk ik, het is vooral commentaar op elkaar. Er worden veel namen genoemd en het zijn hele lange aanloopjes voor hele kleine spelletjes. En zeker als je als redacteur in het dagblad een stuk wil schrijven over poëzie, zou ik zeggen, zijn ze de meeste stukken van Nederlanders zien volkomen onbruikbaar. En dat vraag ik nu zelf als studie. Ja. Als je dan op zoek gaat naar mensen die wat meer durven zeggen over poëzie, en nogmaals, er is geen pretentie de ware interpretatie te geven van dat gedicht. Ik begon met het verhaal van Kant, het geeft ons te denken. Zoals je kunt nadenken over de samenballen van een ervaring van de zonsondergang, zo kun je ook nadenken over wat een gedicht te denken.
Dat is iets heel anders dan de neurologicus die heel precies bijna wil bewijzen wat het is. Wat wij doen is wat het ons te denken geeft en bijvoorbeeld wat het ons te denken geeft over ons mensbeeld. Ik begon met vondel, met dat hele vaststaande begrip. De mooiste zin vind ik dat ik bang was dat niets mij viel. Dat niets, dat is zo'n kernbegrip in ons moderne mens zijn, of in de moderne filosofie, dat niets, dat is tomen, wat permanent moet begeleiden op onze levenspad. Maar het niets is hier heel goed gemetamorfoseerd. Ja, dat van het water ligt in dat je met je kamer van de onderkant van. Wat valt? Dat vind ik de dubbele betekenis hier. Dus wat het ons te denken gaf, is dat je door dat gedicht, wat de kortst mogelijke formulering is van een bepaald levensgevoel, kunt nadenken over zoiets als het niets, wat voor ons een heel belangrijk gemoedstoestand, een belangrijke angst is, denk ik. Zou je dan daaruit kunnen discussiëren dat het, zeg maar, het nieuwe aan onze tijd is dat wij ons voorstellen, ook als we gelovig zijn of als we die stap willen maken naar gelovig worden, als zoiets bestaat, dat je dan je op minst wel afvraagt, maar ga ik dan eigenlijk in iets geloven wat bestaat? Terwijl het moment dat vroeger zich niet afvroeg omdat iedereen ervan uitging dat God bestond. Dat is een mooie vraag. Ik weet niet of je hetzelfde zou gaan zeggen. Ik denk dat je natuurlijk met inderdaad de laatste 100, 150 jaar aan gedachten over God, existentiefilosofie, Nietzsche uiteraard, dat je inderdaad niet meer omvangen in het geloof kan staan. Anderzijds, ik ben zelf wel zo opgegroeid met inderdaad het vanzelfsprekende idee dat God er was en met mij meekeek en als ik hard met mij aan het doen, aanhing, die ik overigens nooit gehaald heb. Maar dat beeld, dat kan volgens mij nog bestaan, maar je kunt het daar niet meer onbevangen doen zonder kennis van wat er inderdaad de afgelopen 100 jaar over gedacht is buiten de... Maar laat me niet vergeten, ik ben zelf geen kenner, maar een liefhebber van het werk van Augustinus. En volgens mij was Augustinus in de vierde eeuw al voortdurend met die vragen bezig en is zijn hele werk, voor zover ik het ken, één grote poging om de twijfel aan het bestaan van God te bezweren met alle mogelijke prachtige gedachte-experimenten waar je zelf ook steeds plezier van kunt hebben als je het even niet weet. Maar het is voor hij bezweert niet, hè? Dit is geen bezwering van die angst. Nee, dit is een beschrijving van die angst. Daarom is het voor mij nog maar bij te leren. Omdat ik die angst heel goed en dat niets ook heel goed voel. En dat is ook weer een ander verhaal in ons boek. Dat Theo de Boer mij ook duidelijk maakte van dat tohu wabohu, die oerchaos, is niet iets waar ooit het paradijs uit voortgekomen is. Dat is iets wat ons permanent op onze levens weer begeleidt. Het is bijna daar. We kunnen elk moment in de crisis belanden waar in die oerchaos dat niets is. Nou, dat is een gevoel wat ik heel sterk deel. En het is bijna zo dat door zo'n gedicht van Otte je dat eigen angst voor dat niets of dat eigen huiver, dat eigen bang, bang, bang kunt herkennen en kunt waarderen en ook daardoor misschien ook wel mee kunt leren leven. Dus hij bezweert die angst niet, maar door die angst zo goed te beschrijven, is het iets wat in jou gaat zingen, zou ik bijna zeggen. Zodat op het moment dat je die angst zelf ervaart, ook ervaart van, ik ben niet de enige die deze angst heeft. Ja, dat is wat zo'n gedicht voor mij puur existentieel betekent. Dankjewel. We moeten nu dit deel van het gesprek. Nee, we zijn er nog niet. We gaan hier een uur opgelopen. U misschien ook nog een uur kunnen luisteren, maar we gaan nu Maarten Elsinga uitnodigen om bij ons aan te sluiten. En dan krijgt ons gesprek een iets andere wending en gaat het over vertalen van poëzie. Welkom. Ik vroeg me af, in het essay van Jos Joosten had hij een citaat van Robert Frost. Die stelt dat poetry is what gets lost in translation. Waarbij hij dus eigenlijk zegt, nou ja, poëzie dat is wat verloren gaat als je het vertaalt. Hoe zie je dat? Gaat er inderdaad iets verloren als je gedichten van Les Murray vertaalt vanuit het Engels, als het Engels naar het Nederlands? Of komt er iets bij of blijft het hetzelfde? Dat de wetenschappelijke definitie van vertalen, want ik ben online gelezen. Vertalen is transformatie met behoud van iets. Verder, volgens mij daar is het ook erg moeilijk om een computer te laten. Ja. Natuurlijk gaat altijd iets verloren. Altijd, ook als ik iets tegen jou zeg, dan gaat iets verloren en andersom. Dat vertalen kun je ook een heleboel niveaus komen. Het
trekken, maar als je concreet moet vertalen van de ene in de andere taal. Maar je komt er ook altijd iets bij, of je wil of niet. Als ik het woordje de huis vertaal met het huis, dan valt het niet weg en er komt iets bij. Soms allerlei niveaus, maar gewoon ook het niveau van de klank. En je moet eerder elke taal heeft zijn eigen grammatica en zijn eigen wereldbeeld. Maar de one-liner van Robert Frost, Poetry is Moment Lost in Translation, heb ik zelf ook wel eens ballenhoorig geciteerd. Maar eigenlijk is het als zodanig namelijk wel onzin, volgens mij. Het is een beetje het beste rijtje om mensen erop te wijzen dat niet zomaar dat je het gedicht niet van het ene glas in het andere kan gieten. Gaat het zo maar. Ik denk niet per se dat het negatief is bedoeld hoor. Die zin, Poetry is a Lost in Translation. Omdat natuurlijk ook laat zien dat het als het ware een soort van uitsnede is. Als je zeg maar een poppetje uit het papier knipt en wat overblijft, dat is hetgeen kennelijk wat de tekst bijzonder maakt. En ik denk dat je het ook op die manier kunt uitleggen dat wat is Lost in Translation. Dat is ja, los is dan het negatieve in dit geval. Maar wat je krijgt door de vertaling, wat je van de tafel laat vallen te krijgen, dat is misschien wel de meerwaarde. Maar dan die spreek je zelf op in. Binnen één zin zo'n beetje tegen. Want poëzie, de waarde van poëzie is poëzie, of zie je nog een andere waarde behalve poëzie? Oké, er zijn nog allerlei andere waarden, maar de kernwaarde van poëzie is poëzie. Net als de kernwaarde van voetbal. En als je dat eruit haalt, wat blijft er dan over? Nou, nee. Voor de waarde. Nee, ik bedoel, als je inderdaad, zeg maar, de zaken die inderdaad poëzie op poëzie maakt, bijvoorbeeld een zekere ambiguïteit, een zekere eigenheid van het ding, zeg maar, het kunst die wat het geheel maakt. Je kunt er niet omheen dat als je inderdaad het omzet in andere talen zegt, zojuist, dat je inderdaad dingen laat vallen. En dat kunnen misschien wel juist de dingen zijn die het gedicht in zijn oorspronkelijke staat tot het bijzondere tekst gemaakt die het is. Natuurlijk, dat kan gebeuren, maar een goede vertaler probeert dat te voorkomen. Ja. En als hij zelf het gevoel heeft dat er helemaal geen poëzie overblijft, dan zal hij zeggen: nou, dit gaat een brullenband in. Dit kan. Gedichten kunnen in ieder geval op een bepaald moment onvertaalbaar zijn. Maar ik zou in ieder geval de doos gaan als ik maar één, als je me op één vertaling kunt betrappen waar alle poëzie uit verdwenen is. Trouwens, het is ontzettend moeilijk om poëzie uit taal te schrappen. Hè? Elke taal, en ook de meest banale taal, als je erop let, is gewoon iemand die schrijft onwillekeurig een boodschappenbriefje en het rijmt ook nog half twee. En dat is ook wat mensen überhaupt, waardoor spreken volgens mij mogelijk is en schrijven, is dat er poëzie in zit. Dus ook de tegenstelling narrow speak en whole speak, ja, dat is een model, maar naar mijn ervaring is ook vaak in de conversatie, kan het opeens whole speak worden. Twee zinnen lang heb je dat gevoel. En dan verval je tot een ander niveau van spreken of communicatie. Maar ik was erg verbaasd, moet ik zeggen, dat je vertalen ook, dat je oppert dat het misschien wel narrow speak zou zijn. Dat zou onmogelijk, als dat waar was, dan zou ik een hele bundel gedichten in één dag kunnen vertalen. Want het werk is nou juist om er toch een beetje een whole speak van te houden. Dat lijkt me. Mag ik daar één voorbeeld van geven? Net zeiden, wat gaat er allemaal weg? Er komt ook wat bij. Wat erbij komt, hebben we net wel gemerkt toen Beamer het af en toe niet deed. En dat Murray aan het voorlezen was. Mijn Engels is redelijk, maar niet fantastisch. Er ging heel wat verloren op het moment dat ik de vertaling niet zag. En dat komt er dus wel bij aan het begin. Ik heb nog één, we hebben ook een groot hoofdstuk van Murray gedaan, dat over een fantastisch gedicht over een potvis gaat. En die potvis, die gaat dan op een gegeven moment een beetje gegeten. En dan staat er één zin: I lighten breath and lays below again. Fantastische zin, dat Maarten vertaald heeft met ik word lichter, haal adem en luier weer omlaag. Maar die zin vind ik net zo fantastisch als die van Murray zelf. Dus daar is absoluut niet verdwenen wat de kern is, hè, van wat is. Dit is het, dat was de kern van de zin bij Murray. En dat is de kern van de zin hier, dat luier weer omlaag. Zo'n grote potvis die daar, dat vind ik dus, er komt heel veel bij. En juist door dat luier, hè, kan ik heel lang over nadenken. Kan ik het in het Engels waarderen? Ja, of althans, zie je hoe mooi het is. Nee, ik heb natuurlijk in mijn stuk twee heel aardige opmerkingen en één onaardige veroorloofd. Ja, dat is wel mooi verdeeld. Ik hoop dat die twee aardige. Nou, we hebben het deze.
Alles over de eerste aardige opmerking is dat ik zonder de vertaling van jou überhaupt niet gekend zou hebben en dat ik daar dus alleen al heel blij om ben. De tweede is dat ik een aantal kanttekeningen heb bij de vertaling, maar dat ik helemaal geen recht van spreken heb omdat ik in de verse verder geen vertaler ben. Dus dat is iets waar ik ben maar ook gaandeweg jou. Het rare is, ik heb natuurlijk eerst de vertaling gelezen. Toen ik de uitnodiging kreeg om hier het essay te schrijven, heb ik inderdaad het origineel erbij gehaald. En het stomme is natuurlijk, op het moment dat je dan echt diep in zo'n tekst duikt, meer op een niveau van taal wat ik over zeggen, dat je dan ook denkt van, hé, heeft die keuze gemaakt, heeft die keuze gemaakt. En ik heb een paar van die keuzes inderdaad, heb ik ook kanttekening bij geplaatst, maar inderdaad met een hele nadrukkelijke toevoeging, dat ik ook goed zou weten hoe je het anders moet oplossen. Maar misschien één heel praktische, waar ik gewoon echt benieuwd naar ben, is inderdaad het opvullen van die middenstroof. Er is dus midden in het gedicht van Murray heeft opgeleverd in drie regelen geschoven. En in jouw vertaling is het middenstuk samengevoegd tot 1-6 regelen geschoven. Ja. En daar vroeg ik me af wat daar de. Oké, dat is. Ja, inmiddels. Dat is. Ja, dat wil ik graag. Mooi, hè? En een hele interessante vraag. Dit is de eerste druk dus van die bloemlezing van poëzie van Les Murray, waar ik het in vond. En die tekentjes die je ziet erbij, dat zijn de correcties voor de tweede druk. En de tweede druk die wordt nu geprojecteerd. Kan dat de volgende afbeelding? Dat was zoals de bedoeling was. Maar het verbaasde mij, ik vond het een beetje frivol dat je daar zo in ging, omdat je blijkbaar je hele goed hebt gelezen. En dan kun je eigenlijk vanzelf al bladeren zien dat deze vertaler, zoals 99% van de vertalers, geloof ik, die permitteert zich dat natuurlijk niet zomaar. Ja, maar daarom ben ik juist zo benieuwd. Je hebt de wijzigers van Paul Bedek wat erboven heb je hangen van je mag een dichterpas, je moet lang blijven denken om te volgen wat een schrijver doet. En als je dat niet weet, moet je dat maar zeggen. Ik wist niet. Wat ik een ingewikkelder vind. En ik moet zeggen, tegelijk staat het helemaal aan jouw kant, want je hebt volgens mij een klassieker meegemaakt met het daglicht ik. Het onderscheid tussen de daglicht ik en de dromende ziel. Ja, dat is echt een probleem. Ja. Omdat het woord mind, your daylight and dreaming mind. Je weet ook dat de Duitse vertaalster heeft dat wel met geist vertaald. Maar in het Duits is het woord geist iets gewoner voor ons eigen brein dan in het Nederlands. In het Nederlands is het woord geest kinderlijk, dubbelzinnig ook. En mind is überhaupt een moeilijk vertaalbaar begrip in al mijn contexten. Dus ik heb te denken aan onze dromende, dat onze daglicht en dromende geest. En ik dacht dat versta je niet goed, dat wekt een misverstand op. En onze dag heeft een dromende ziel, dat is het natuurlijk ook niet. En het is wel zo dat de daylight mind, die is degene die ik zegt. En uiteraard, zoals je opmerkt in de essay, zijn ze uiteindelijk allebei onderdeel van één geheel, de dreaming en de daylight zorg of bewustzijn. Maar het is juist het punt van Les Murray. Dat ze heel erg vaak gescheiden zijn. En dat je poëzie of religie of allebei nodig hebt om ze bij elkaar te brengen. Kunst, de natuur of wat ook. Maar vaak in allerlei sociale omstandigheden zijn ze wel gescheiden. Dat is nou juist de waarde van poëzie en misschien ook van een waarde van religie. Dus daarom dacht ik, dat is zonneklaar voor de lezer van het gedicht, hoe dan ook. En het is niet erg als ik het iets meer differentiëer als in het Engels. Want het is waar, je moet transformeren. Als je denkt, ik wil alles precies zo doen, ja, dan kun je wel ophouden als vertaler. Heb je dan ook de neiging om zelf te gaan dichten? Natuurlijk, uiteraard. Dan moet je jezelf ook voortdurend heftig op je vingers tikken. Soms constateer ik achteraf dat ik me in de luur heb laten leggen door een verleidelijke alliteratie. Om iets, ik vroeg me dat in dit gedicht af, omdat je ook wel terecht misschien kritiek heb op een manier waarop ik de full religion vertaal, namelijk met volgroeid. Deels door de betekenis, omdat een full religion dat is een volledig ontplooide religie naar mijn gevoel, als een bloem die eerst in de knop is en dan het hele scherm laat zien. En als je dan zegt een volle religie, dan hoor ik daar ook weer allerlei dingen die meewinkelen in een volle religie. Een volle religie, wat? Dat wil ik niet. Dus vandaar volgroeid. Maar er zat ook een poëtische reden in, zeg maar, dat is verderop, kijk,
niet remmende gedichten zit muziek. Die verlies je als je het letterlijk vertaalt. Dus moet je gaan spelen met de mogelijkheden eromheen om het weer op te vangen. Dat kan nooit op precies dezelfde manier met dezelfde middelen als in de grondtaal natuurlijk. Dus vandaar dat ik dan voor dat vol had gekozen omdat het drie keer terugkomt en de muzikale elementen. Ja. Hoe werkt het eigenlijk in contact met de schrijver zelf, vroeg ik me af. Nou, bijvoorbeeld Les Murray schrijft een gedicht, hij maakt er een vertaling van en dan zeg je tegen hem, het is klaar. Maar hij spreekt geen Nederlands, denk ik aan. Dus hij, is dat echt de basis van goed vertrouwen, dat je zegt, nou oké, als jij denkt dat het klaar is, dan is het klaar? Ja, dat sowieso. Oké, dan vertaling ik altijd zo. Komt wel eens voor dat een auteur zegt, even naam en wit. Nederlandse schrijvers die in het Duits vertaald worden, die kunnen ontzettend lastig zijn voor de vertalers. En dus spreekt ontzettend knap Nederlands trouwens. Hij kan de vertaling wel beoordelen, maar niet de details, niet de idiomatische details. Meer of het een muzikale vertaling is of dat soort dingen. Ik vraag Les Murray dus inderdaad altijd het hemd van het lijf. Dat ik alles wil weten. Ja. En omdat ik vaak het gevoel heb, ik weet lang niet waarom. Australianisme en dergelijke. Maar nee, ik laat aan hem niet de vertaling zien met de vraag: vind je het goed zoals ik het zo doe? Ja. Dat zou te veel van hem gevraagd zijn. Ja. Ik heb net gehoord dat we moeten afronden. Ja. Mag ik jullie alle drie heel hartelijk bedanken, Jos Joosten, Henk Steenhuis en Maarten Elsinga. Wij hebben hier nu een kwartier pauze en daarna gaan we door naar de workshops. Dus u kunt ons huis gaan bestellen in de koffieruimte.